Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door kampioensbakker Paul Berendsen in Didam. Hey Johan, hey, doe de camera eens leren. Ze ziet me gaan niet. Kom. Hé. Zo is het goed. Al is het natuurlijk weer niet zo heel veel te vertellen, want ik heb al gezegd, een beetje saai weer de afgelopen dagen. Het is rustig. Na afgelopen nacht in het zuiden van het land waren wel wat opklaringen door kuilend af tot opklomphoogte rond het vriespunt. In Gelderland hadden we nog geen last van gehad. Er zaten weer zo rond de 5, 6 graden en zelfs wat plaatsen nog horen. Nou, vandaag was het wachten op de zon die er af en toe probeerde door te komen. Dat was in de middagperiode en de temperatuur die liep bij weinig wind op naar een graad of 9. Heel rustige dag nog en ook de foto die in is gestuurd, dat mag ik wel zeggen. Er bloeit nog wel aardig wat en hier in Dorp ben ook nog vlinders te zien. Dus het leeft nog wel van alle kanten, maar dat kunnen we ook in zo'n warme maand, dan kan het ook vast niet anders. Wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto uit gerritsweerproot.nl. Opklaringen, ja, die komt er vanavond en komende nacht wel. Er zijn er wat meer als de afgelopen dagen. En dan kan het ook bij ons in Gelderland afkoelen tot rond het vriespunt op klomphoogte. En dat zal ook morgen vroeg op heel veel plaatsen even routekrabben zijn. Maar er zijn ook plekken waar het gewoon bewolkt is gebleven. Dus de temperatuur ligt zo'n beetje rond de 3 tot 6 graden op waarnemingshoogte. Ja, en morgen overdag meer wind dan vandaag. Een matige oostelijke wind, dat voelt toch ietsjes anders aan. En een temperatuur van een graad of 8 tot 9, dat is toch wel het maximum. Met ook af en toe wat zon. Nou, iedereen had al gezien, we staan hier op de markt in Silvolde. En wat altijd meteen opvalt is die mooie kleuren. Want hier staat, het bent geen broers, toch? Vader en zoon. Vader en zoon, Jan en Jan van Peul. En die hebben altijd mooie bloemen bij zich. Geeft dat met dit weer nog altijd? Oh, dat gaat prima hoor. Nee, maar het nog fris bijvoorbeeld, want er zijn ook mannen dat gevroren net is, die dan wordt het toch minder of niet? Nou, dan maken we een mooie tent met een mooie kachel, dat het lekker warm is voor de bloemen en dan gaat het goed. Ja. En je bent er ooit mee begonnen of is dat ook van vader of zoon gewoon? Nee. Mijn vader was dierenarts. Oh. Dus dat is heel wat anders. Maar... En hij wil de bloemetjes buiten zetten, maar op een andere manier? Dus ik ben, zeg maar, toen ik 23 was ben ik met bloemen begonnen, dus ik zit er al zo'n goede 30, 35 jaar zit ik hier in het vak in. Maar het is wel leuk om dat nu weer verder met mijn zoon te doen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi van vader op zoon. En hier een hoop bloem, die wordt er vandaag allemaal niet kwijt, of wel? Nou, ik verwacht wel dat er wat mensen komen hier. Nou, we zullen het even zien, want ze hoeft natuurlijk niet bang te zijn dat er regen komt. Ook de komende dagen niet. Want ik heb al gezegd, morgen dan is er wel iets meer wind, voelt iets frisser aan. Maar in het weekend werd het allemaal weer wat zachter, want de wind die draait wat door naar zuidelijke richtingen. En dan komt de zachtere lucht binnen. De temperatuur loopt dan op naar 11, 12 graden en misschien zelfs nog een 13. Dus het wordt toch weer heel zacht de komende tijd. Ook de nachten worden minder koud. En dit zachte weer, daar halen we ook na het weekend nog een hutje. Dus voorlopig... Geen lage temperaturen, wel de kans op neerslag neemt wat toe vanaf zondagavond vooral. En ook begin volgende week valt er af en toe wat regen. Nou, mevrouw, ik neem nooit zo gauw een bloemetje met, maar Jan, wat zal je aanruimen voor een vrouw van 50? Nou, ik zou een mooie bos rode rozen zal ik geven voor je vrouw. Ja. Die krijg je van ons. Mooi, dan neem ik dat met en dan kan ik thuis komen. Goed gewoon. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door kampioensbakker Paul Berendsen in Didam.